Poort, die hebt voor een bijzonder mooi sluitstuk gezorgd van de IFAM-auto hier in Oregon. Een limiet op de 3000 meter stiepel en dat bij je debuut, 8:45. En je hebt daardoor heel veel mensen verrast. Doe eens je verhaal van de dag. Ja, ik heb mezelf ook wel een beetje verrast. Ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang bezig met die stiepel. Ik denk een week of twee voor de Ramadan, dus dat is zestal weken geleden. Achtal weken geleden ben ik de eerste harde training beginnen doen. En ja, mijn techniek was er eigenlijk echt nog niet, een paar hordes zo ernaast binnenlopen. En ja, ik wist wel van, oké, dat gaat hier wel nog lastig worden om dat te lopen. Maar uiteindelijk heb ik mij, elke week werd dat beter en beter. En het was echt zot hoe snel dat gebeurde. Ik had natuurlijk bij de minimum ook wel veel horde trainingen gedaan bij Hendrik. Dus dat heeft wel echt geholpen, denk ik, nu. Dan met de Ramadan zelf, iets moeten minderen, die trainingen. Mijn kilometerweken werden wat duidelijk lager en naar het einde toe van die Ramadan werd het ook echt heel lastig. Dan terug binnen oppikken, twee weken eigenlijk maar opgebouwd terug naar hier toe. En het is echt zot, ik geloof het zelf ook nog niet. Afgelopen zondag die Vlaamse titel gepakt op de 1500, dat was ook al relatief onverwacht. Yeah. 8:45 op die stiepel. Wat is de volgende straffe stoot die we van Ryan van der Poort mogen verwachten? Ik weet het zelf ook nog niet. We hebben eigenlijk nu gewoon de eerste zomerplan gemaakt tot hier en dan de examens nog. Daarna, nu ga ik naar Estland, dat had ik ook echt totaal niet zien aankomen. Dat was wel een klein beetje een doel, maar van heel ver af. Uiteindelijk, ik ga nog zien. Ik ga sowieso nog een 1500 meter lopen. En in augustus gaat hier in België voor mij erop zitten, want dan ga ik naar Amerika. Ik ga 2 jaar in Amerika gaan studeren. Daar prestaties gaan proberen lopen ook. En we zien wel wat dat geeft. Hè. Als je het over Amerika en prestaties hebt, dan heb je het over een collega van jou die gisteren nogmaals een onder de lucht is gebleven. Inderdaad. Die schijnt. Ga je tegenkomen in Tallinn? Trek je met bepaalde doelen alvast naar dat EK? Het wordt jouw eerste EK bij de grote jongens of toch bij de beloften? En zeker al op de piste, want je bent een aantal keer in de buurt geweest van het EK. Ja, inderdaad. Ik denk dat mij vooral gaan amuseren daar, dat is het belangrijkste. Dat je dan gebruiken om echt als voor mezelf op te trekken van, zie je, als je echt goed traint en regelmatig traint, dat je er wel geraakt. Genetica en hoe dat je talent hebt en zo, dat ook wel iets is, maar dat training eigenlijk nog veel meer betekent. Dat heb ik dan na die cross dat ik ben uitgestapt 2 jaar geleden in Rooselare, door te veel druk op mezelf te leggen en zo, was dat wel zo. Vandaag is het een beetje revenge, omdat op dat moment zou dat er mijn laatste kans uit. Dus vandaag ben ik veel minder druk naar hier gekomen en dat heeft wel geloond, denk ik.